Mijn naam is Arthur Doornenbos, ik ben buurtwerker in Larik-Spittelo. We staan nu in een van de twee wijken waar ik werk. Buurtwerkers bemoeien zich met van alles en nog wat in een wijk. En het gaat eigenlijk altijd over communiceren met bewoners, zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, zorgen voor dat de bewoners weer invloed hebben op de leefomgeving waar ze in wonen. En dat er een beetje fiducie ontstaat met elkaar om er samen wat van te maken. Dat is het eigenlijk een beetje. Spittelo is een van de kleinste wijken in Assen. Op zich een hele bijzondere wijk. Voornamelijk huurwoningen, dan wel ex-huurwoningen die inmiddels verkocht zijn. Dus wat je ziet is dat het grootste gedeelte van de wijk gewoon normale Assenaren. Dus het is heel veel van hetzelfde. Als je naar de woningbouw kijkt van bovenaf, dan zie je ook, het zijn allemaal stempeltjes die gezet zijn op een kaart. De wijk is in één keer ontwikkeld. En omdat het in de jaren 60 ontworpen is met het gedachtegoed van de kinderen hebben ruimte nodig, de mensen hadden toen ook nog niet zoveel auto's, zie je dat er behoorlijk veel ruimte is om spelen en ontmoeting te realiseren. Dat is ook wel gebeurd. Prachtige mooie parken, speelgelegenheden, ontmoetingsplekjes, dat is op zich volop aanwezig. Maar in de afgelopen tientallen jaren zie je toch dat qua onderhoud dat wel het nodige heeft gevraagd van hoe het er nu uitziet. Wat je ziet is dat mensen het liefste gewoon goede dag, goede weg, lekker hun eigen gang willen gaan. En dat waar nodig ze wel wat contact willen hebben. Terwijl aan de andere kant er ook heel erg een vraag is van we willen dingen samen doen. En de combinatie daarvan, dat is best een lastige. Dus je moet best veel energie steken om dingen voor elkaar te krijgen. Ik hoop op heel veel ontmoetingen, nieuwe vriendschappen, leuke dingen waarin buurtbewoners elkaar op een prettige manier weer opnieuw gaan ontmoeten en samen dingen gaan doen. Ik ben Pamela Goersen en ik werk in de zorg als activiteitenbegeleider. Ik ken heel veel mensen, dus dat vind ik gezellig, maar ik vind het een beetje rommelig. Nou, absoluut meer aandacht voor de natuur. Echt, dat we gewoon trots zijn op wat we hebben en dat we het goed verzorgen. Voor de insecten, hè, die hebben het moeilijk en dat gaat maar naar hart. En als we natuurlijk in een park bezig bent, dan ga je ook met elkaar makkelijk in contact. Nou, ik hoop werkelijk dat onze ideeën gerealiseerd worden. En dat we van kunnen genieten en trots worden op waar we wonen. Hoi, ik ben Hermien Lenderink. Ik werk bij Humanitas als coördinator voor twee activiteiten, voor vriendschappelijk huisbezoek en voor maatjes. Maar ik ben ook gewoon bezoekend vrijwilliger. Als coördinator probeer ik deelnemers en vrijwilligers aan elkaar te koppelen, die dan samen gezellige dingen kunnen doen. Bij elkaar op bezoek gaan, maar ook samen gaan fietsen, gaan wandelen, naar de markt, maakt niet uit. En als bezoeker ga ik dus op bezoek bij mijn eigen maatjes. Maar wij gaan ook wel eens een stukje fietsen en we gaan ook wel eens een stukje wandelen. En wat ik ook probeer met maatjes, met vooral deelnemers, om hun te wijzen van wat ze kunnen doen om een beetje aan hun eigen eenzaamheid te ontsnappen eigenlijk. Om hun te wijzen van hier kun je koffie drinken, bijvoorbeeld bij Vaatwelzijn of bij een inloophuis. Nou, het ergste of een van de ergste voorbeelden, dat is mij overkomen op kerstavond. Ik werd door een mevrouw van goed 90 gebeld. Die was wat in de war, ze is wat dement. Ze heeft wel thuiszorg hoor, maar ze had volgens haar hulp nodig. Ze wist het allemaal niet meer. En ik denk, ja, ik ben vrijwilliger eigenlijk. Hoort dat natuurlijk niet met kerst.
Maar ik denk, ja, eenzaamheid en kerst. Dus ik ben er de volgende ochtend nog naartoe gegaan. Nou, toen deed ze de deur niet open. Nog contact opgenomen met thuiszorg. Nou, die waren wel geweest. Maar nieuwjaarsdag belden ze me nog een keer op. Maar ja, die mevrouw heeft één zoon verder weg. Die werkt. En verder buiten de thuiszorg heeft ze eigenlijk geen echte contacten. En ze moet naar een verzorgingshuis, maar daar ziet ze vreselijk tegenop. Maar ze zei, oh, ik weet het niet meer. Het klonk echt wanhopig. Nou, door dus samen erop uit te gaan, door hun steun te geven dat ze gewoon hun verhaal kwijt kunnen. Want nou, iedereen wil zijn verhaal kwijt. Gewoon te luisteren, dat is heel belangrijk. En hun dus de weg te wijzen van, we kunnen daar eens een keer samen gaan koffie drinken. En straks wil je dat misschien wel alleen. Of ga eens wandelen met vaatwelzijn, buiten coronatijd. Ja, en hun zo ook een beetje te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. En eventueel een eerste keer ook mee te gaan, dan is die drempel wat minder hoog. Ik hoop van dit project dat in de eerste plaats dat eenzaamheid een beetje uit de taboesfeer komt. Dat het niet iets is waar je voor moet schamen. Eenzaamheid kan je gewoon overkomen doordat je veel verlieservaringen hebt als je ouder bent. Maar ook doordat je verschillende keren verhuisd bent. Soms is het contact met de familie is er niet meer. Maar dat het gewoon iets is wat je gewoon kunt zeggen. En dat het niet alleen voor de doelgroep gaat leven van hey, eenzaamheid, ik moet er wat aan doen en ik kan er ook misschien wel wat aan doen. Maar dat eigenlijk de hele buurt ook er wat meer alert op is van die mevrouw op de hoek, die zie ik eigenlijk altijd alleen in de kamer zitten. Laat ik eens even haar aanspreken. En wat ook belangrijk is, denk ik, voor mensen die eenzaam zijn. Je hoeft niet meteen een hele dag met een vreemde groep mensen erop uit. Probeer eens, als er straks een ontmoetingsplek is of wat ook, gewoon eens een kwartiertje, één kop koffie. Want het is soms moeilijk als je heel weinig contacten hebt om dan ja, in één keer heel sociaal te worden. Maar doe het met kleine stapjes.